Hallo allemaal, ik ben Sanne, ik werk bij Omring en vandaag ga ik voor jullie deze Physic mobiel unboxen. Het is het model FM7500. Als ik naar de doos kijk, dan zie ik dat er geen SIMLOC functie op zit. Er zit een SOS functie op, direct geheugen, een zaklamp en een laadstation. Ik ga nu kijken wat er in de doos zit. Als ik hem zo open, dan zie ik dat de mobiel aan de zijkant ligt. Er zit een handleiding bij, een gebruiksaanwijzing. Die is in het Nederlands. Volgens mij is die vrij goed begrijpbaar. Grote letters, dus dat is handig. Er zit een laadstation bij. Dan kan je hem neerzetten. Een stekker. En natuurlijk het draadje. En er zit ook nog een andere gebruiksaanwijzing bij. Hoe je de batterij erin doet en hoe je hem aansluit. Dan ga ik nu kijken of ik de mobiel makkelijk aan kan krijgen. Voordat je deze mobiel wilt gebruiken, moet er eerst een kaartje ingeplaatst worden. Die kaartjes kun je bij de Omringwinkel kopen. Dus de simkaart moet onder de batterij geplaatst worden. En dan gaat de batterij erop. Deze mobiel is ook SIMLOC-vrij, dus alle simkaarten kunnen er eigenlijk in. Dan zet ik de mobiel dus voor het eerst aan en dan krijg ik de optie welke taal ik wil kiezen. Dan kies ik voor het Nederlands en dan kan ik gelijk de SOS-functie instellen. Die ga ik instellen. Nou, dit is de telefoon. Ik haal eerst de folie af. Zoals je ziet heeft hij vrij grote knoppen. Hier kan het volume mee ingesteld worden. Dit is de SOS-button. Die is gemakkelijk te vinden op de achterzijde van de telefoon. Hier... voor het klepje of om de sim erin te plaatsen, open en dicht. Dan kan hij hier niet zomaar afvallen. En dit is de zaklampfunctie, dus licht hoog en licht laag. Door middel van de rode knop zet ik de telefoon aan. Dit is dus de mobiel en dit zijn de accessoires. Hier kan de mobiel in opgeladen worden. Die kun je er zo inzetten. En dit is de gebruiksaanwijzing. Ik wil u bedanken voor het kijken en hierna vindt u alle details nog op een rijtje over deze mobiel.